je ziet in de ontwikkeling van marketing is dat er steeds meer bedrijven zijn die data gaan gebruiken voor de marketingproces. En dat, is op zich niets nieuws. Maar de enorme complexiteit in data en wat er tegenwoordig beschikbaar is van mensen en van profielen en alles wat je achterlaat, dat is enorm toegenomen. Dus wat wij zien is eigenlijk dat, een model proberen te bouwen, zeg maar, een platform proberen te bouwen, waarbij bedrijven die data op de juiste manier kunnen beschikbaar stellen en ook kunnen gebruiken in het marketingproces. En wat ik zeg, met name die complexiteit, die maakte denk ik het hele speelveld toch een heel stuk anders dan het vroeger was. Het was nog redelijk overzichtelijk met profielen van data, van mensen wat je hebt. En dat je daar selecties op kan maken en daar kan communiceren. Maar het speelveld is niet meer alleen outbound, dat je dus boodschappen gaat sturen naar bedrijven omdat jij denkt dat dat nodig is. Maar het speelt veel meer in op de individu aan zich, aan wat iedereen wil ontvangen op dat moment. Relevantie van boodschap wat steeds belangrijker wordt. En dat wat ik zeg, dat wordt zo'n stuk meer complex dan dat het was, is dat er eigenlijk dat we een platform voor bouwen waar marketeers dus mee de boel onder controle kunnen houden. Voor heel veel bedrijven die weten dat er iets aan zit te komen. Maar eigenlijk wat je de afgelopen jaren hebt gezien, elke keer als er een nieuwe wave komt, eerst was het e-mail en dan wordt er e-mail gebouwd. En dan komt er gewoon social media komt erop en dan wordt er een social media afdeling opgezet. Die ontwikkelingen zijn op zich niet nieuw, dus ik denk wel dat iedereen zich realiseert dat er iets mee moet gebeuren, zeg maar. Maar het is nog steeds niet een geïntegreerd model, het is geen geïntegreerde aanpak, niet een bepaalde strategische keuze voor bedrijven nog. En die tijd die komt nu wel. Dus en mensen gaan verlangen, die verlangen dat ook gewoon. Als ik zie het aan mezelf, als ik gewoon boodschappen krijg die voor mij niet relevant zijn, dan zie ik ze wel wegwezen. Ik kies mijn eigen moment, ik kies mijn eigen voorstel, ik kies mijn eigen product eigenlijk waar ik interesse in heb. Ik bedoel, het is niet meer een keuze. Het is, en dat zal nog even duren voordat er echt helemaal zijn. Maar ik denk dat nu de tijd is voor bedrijven om daarin te springen en daar echt een stap mee te maken. Dus dat is. Er gaan nu een paar bedrijven opstaan, denk ik, die dat heel goed op gaan zetten. En het zal niet gelijk nirvana zijn, het mooie is, alles goed geregeld zijn. Maar wel bedrijven die nu al gaan proberen om die stappen te maken en zeg maar daar in die richting te bewegen. Het interactiestuk, de communicatiestuk met de klant is, zeg maar, is campagnemanagement zoals het eigenlijk al jaren bestaat. En dat is geëvolueerd. Er zijn heel veel ontwikkelingen bijgekomen aan die kant voor de verschillende kanalen. Het onafhankelijk zijn van kanaal. Het centraal hebben van intelligentie, zodat je zeg maar, al die kanalen op een consistente manier kan aansturen. Maar ik denk de stap waar wij verder in gaan is ook de procesaansturing. Ik noem het zelf wel eens campagne management management. Dat is klinkt een beetje flauw, maar eigenlijk is het managen van het campagne management proces, want dat wordt steeds belangrijker. Het feit dat er zoveel meer boodschappen uitgaan naar de markt, dat iedereen eigenlijk zijn eigen bericht wil hebben via zijn eigen kanaal, op zijn eigen manier, met zijn eigen content. Dat betekent een enorme complexiteit aan de voorkant van het proces. Om te zorgen dat je de juiste content hebt, dat het goedgekeurd is door de juiste mensen, dat de juiste prijzen eraan staan, dat het consistent is, dat er agencies daar hun werk hebben gedaan. Dus het hele voortraject van marketing is iets waar wij ook heel veel aandacht aan geven om dat te combineren, zeg maar, met communicatie. En daarnaast, en dat vind ik eigenlijk een hele leuke toevoeging, toch sinds de overname van door Teradata, in ieder geval van mijn kant uit, is dat Teradata enorme kennis aan data met zich meebrengt, analyse van data, het opslaan van data en dat op een hele goede en handige manier, zeg maar, beschikbaar te stellen aan het marketingproces. Dus eigenlijk van begin tot eind kunnen we nu heel goed ondersteunen, dus dat doen we het al op zien.